Er is een vraag hierover van mevrouw Van Ginneken. Mevrouw Van Ginneken, gaat uw gang. Ja, dank voorzitter. De minister is heel duidelijk. Hij houdt zich vast aan de afspraken over die terugsluis. Maar dan blijft wel de vraag, nog los van dat ik mooi zou vinden om waar flexibeler en creatiever mee om te gaan in overleg met de sector. Maar als de minister aangeeft, ik hou het nog even bij de afspraken, dan is de vraag, hoe gaat hij, wat kan hij dan nog meer doen om die bedientijden van die sluizen op te rekken? Want het is toch zonde om die boten stil te laten liggen. Dank u wel. De minister. Ja, ook daar, dat is onderdeel van het kwaliteitsniveau, wat we in dat basiskwaliteitsniveau willen bieden. Hè, afhankelijk ook van de klasse van de vaarwegen moet je ook voorspelbaarheid kunnen bieden in niet alleen de kwaliteit, dus de technische kwaliteit van de sluizen. Daar hebben we hier en daar ook nog wel een flinke inhaalslag te maken, maar ook voorspelbare bedientijden. Maar dat laat je natuurlijk ook wel een beetje afhangen van de voorziene vraag naar gebruik geschud worden in de sluis. Ik zal niet zeggen dat we daarin gelijk ongebreidelde middelen hebben om alles toe te staan. Zoals we in het vorige debat ook met elkaar besproken hebben, zit er ook nog wel behoorlijke financiële spanning op het mobiliteitsfonds. Dus ja, ik probeer dat ook zo eerlijk mogelijk te doen. En ook daar waar de behoefte aan royalere, dan wel minder royale bedientijden is, om dat leidend te laten zijn. Dank u wel. Dan is er een vraag van de heer Koerhuis. Meneer Koerhuis. Ja, dank u voorzitter. Ja, we hebben het gehad over de subsidie voor de model shift. En ik had gevraagd waarom, dat lijkt me het meest eenvoudig, de vervoerscorridor Oost wordt uitgebreid over de IJssel naar Zwolle en over het Twentekanaal naar Twente. Ja, de minister zei, er is nu niet genoeg goederenvervoer. Maar dat is een beetje het kip-ei-verhaal, zeg maar. Als we dat niet stimuleren, dat goederenvervoer over het spoor en over het water daar, ja, dan komt het misschien ook niet van de grond. Zou de minister daar niet alsnog een keer naar willen kijken? En bijvoorbeeld ook met mijn suggestie om aanvragen te bundelen. Dat kunnen MKB'ers zelf doen, maar dat kan ook de haven van Zwolle of de haven van Twente doen. Maar dat zou ook de provincie kunnen doen, bijvoorbeeld. Dank u wel. De minister. Maar dat laatste, dat maken we dus mogelijk vanuit die terugsluis. Hè. Dat is de logistiek makelaars. Ja, dat kan dus ook een havenschap of een andere instantie zijn. En het eerste is, kijk, het doel van de model shift regeling is om congestie op de weg tegen te gaan. Dus je moet wel, om te beginnen, moet je een vervoerstroom op de weg hebben waarbij je ziet, in mijn woorden, dat begint een beetje uit de hand te lopen, behoorlijke omvang te hebben. Dus dat willen we liever naar water of spoor hebben. Maar dan moet het ook wel zo zijn dat daar bijvoorbeeld de waterverbinding is. Kijk, als je kijkt naar de regio Twente, en je hebt daar veel vrachtwagens op de weg, maar die gaan allemaal veel verder door naar Duitsland, misschien Polen, waar dan ook. Dan heeft het niet zoveel zin om met een model shift regeling te komen om ze over te zetten op het Twentekanaal, die wat eindigt in Enschede en Almelo. Oké, meneer Koerhuis, een vervolg hierop. Ja, wat mij omgaat, die haven van Twente is een belangrijke verbinding tussen de Rotterdamse haven en Twente. En als we daar de subsidie op zouden kunnen toepassen, dan haal je gewoon die vrachtwagens van de weg tussen de Rotterdamse haven en Twente. Kijk, daarna gaan ze verder Duitsland in. Heb ik ook vragen over gesteld hoe we dat eventueel zouden kunnen doen. Maar vooralsnog kunnen die daarna met de vrachtauto Duitsland in. Maar het gaat me echt om die vrachtauto's van de weg halen in Nederland. En veel efficiënter bijvoorbeeld over het water brengen. Dank u wel. De minister. Nou, laat ik dan als volgt afspreken. Ik ben ook de beroerdste niet. Iedere container die van de weg gaat. Ik weet niet waar we komen, maar ik duik daar nog een keer in. Ik ga eens even kijken wat het potentieel daar is. En of dat nou heel veel uitmaakt als we zo af en toe ook een model shift regeling op die route toestaan. Dus staan we toe dat ik er even op ga studeren. En laten we zeggen, voor het eind van de zomer daar bij u op terugkom. Dank u wel. Dan een vraag in deze ronde van de heer Krul. Meneer Krul gaat u. Ja, voorzitter, het is geen blokjesdebat, dus ik zit een beetje te zoeken naar het moment waar ik de vraag kan stellen of dat het misschien nog komt. Als het nog komt, dan een excuus daarvoor. Toch even over dat basiskwaliteitsniveau en de modaliteiten. De volgorde is buis 1, dan spoorwater. Nou, dan word ik dus toch alweer bediend, want dat is nou precies de vraag in mijn eerste termijn over dat basiskwaliteitsniveau waar de modaliteit die nog niet benoemd is. Dan wacht ik even rustig op een stukje buizen. Ja. Gaat u verder. Ja, we moeten het doen met de volgorde waarin de heer Koerhuis de thema's aan de orde heeft gesteld.
En zijn volgende thema was de stand van zaken van de bereikbaarheid van de havens van Zeeland, Zwolle, Noord-Nederland, Groningen Seaports. Op al die, in al die regio's zijn we ook aan de slag. Bijvoorbeeld voor een betere bereikbaarheid van North Seaport, zo heet het nou eenmaal in Zeeland, op zijn Engels, is de nieuwe sluis bij Terneuzen in aanbouw volgend jaar gereed. Daarnaast hebben zowel België als Nederland ook geld beschikbaar gesteld voor de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen op die corridor. Voor de haven van Zwolle is natuurlijk van belang de investering in de sluis Kornwerderzand. Om ook daar de bereikbaarheid te verbeteren. Voor Groningen Seaports, ook in het noorden gaat het op zijn Engels, geldt dat de afgeronde verdieping van de Eemschul en al onze investeringen de komende jaren op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bijdragen aan de bereikbaarheid. In het kader van de toekomstagenda Groningen werken Rijk en Regio ook verder aan het masterplan zeehavens. En daarin speelt onder andere de bereikbaarheid van de Eemshaven een rol. En inmiddels is afgesproken dat dit een van de 17 NOVEX-projecten is. En in dat NOVEX-verband zal ook die toekomstagenda nader worden uitgewerkt. En dat ontwikkelperspectief moet dit najaar klaar zijn. Dus al die havens, er is veel meer in Nederland dan Amsterdam en Rotterdam. En dat heeft ook allemaal de volle aandacht als het gaat om de bereikbaarheid. Invloed de business case voor de verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal in Duitsland. Daar hebben we ook vorig jaar een paar keer over gedebatteerd. Maar wat je daarin ziet is dat achtereenvolgende onderzoeken, de laatste in 2019, telkens hebben aangetoond dat ja, dat die verbinding eigenlijk niet een voldoende resultaat oplevert om hem ook daadwerkelijk te gaan bouwen. Dat is niet alleen de conclusie in Nederland, maar ook aan Duitse zijde. En die hebben we daar ook bij nodig. Ook de opening van de sluis medio 2020 bij het Twentekanaal liet ook geen zichtbare groei zien in de binnenvaartvolumes, waardoor een nieuwe verbinding naar Duitsland aan de orde zou kunnen komen. Dus vooralsnog staat hij niet op onze lijst om dat project weer op te pakken. Datzelfde gaat eigenlijk ook voor de bruggen, de brugverhogingen op de Twentekanalen. Ook daar lieten ook nog in recente jaren onderzoeken zien dat het aan de ene kant natuurlijk een behoorlijke investering is. En waarschijnlijk daarna heel weinig gebruik zal opleveren. En vooralsnog hebben we ook nog geen aanleiding om daar terug te komen op die onderzoeksresultaten. De stand van zaken met de Schelde-Seine-verbinding met Frankrijk. Vanuit Frankrijk wordt nu gewerkt aan het doortrekken van het kanaal Seine-Noord naar de Schelde. Volgens de laatste berichten moet dat in 2029 gereed zijn. Naar verwachting levert dit goede verbindingen op, ook niet alleen direct, maar ook verder met Zuidwest-Europa. Zal waarschijnlijk ook daar extra goederenstromen op die route opleveren. En in het corridorprogramma Zuid, wat vorig jaar gestart is, wordt daar al op ingespeeld. Dus ook daar wordt al gekeken, wat zijn dan de mogelijkheden voor model shift? Hoe kunnen we de goederenstromen dan beter afhandelen? Wordt ook gekeken naar digitalisering. Sluiten dat soort systemen dan aan in de verschillende landen, zodat we ook op tijd klaar zijn als die nieuwe binnenvaartverbinding over 6 jaar klaar is, dat dan eigenlijk de sector als het ware daar ook al op kan anticiperen. Want het is een hele mooie kans voor dat deel van Europa en het transport naar dat deel van Europa. De motie over de aparte slotpool op Schiphol voor luchtvracht. Daar zijn we volop mee bezig. De motie die eind december is aangenomen. We zijn in gesprek met de vrachtsector over hoe zij dan daar de mogelijkheden toe ziet. We zijn ook in overleg met de slotpoolcoördinator. Waar we afgelopen dinsdag over debatteerden, ook Schiphol heeft dit als een van de punten in zijn eigen plannen staan. Dus aan alle kanten wordt daar nu het overleg over gevoerd. In de hoop dat we uiteindelijk natuurlijk datgene wat in de motie gevraagd werd ook van een positief antwoord kunnen voorzien. Dan kom ik wel op de buisleidingen. Thema wat door de heer, door vrijwel alle sprekers naar voren werd gebracht. Ik begin ook bij de vraag van de heer Krul, omdat hij
eigenlijk in de volle breedte ook zei... het nut en noodzaak van buisleidingen onder de aandacht bracht. We zien ook dat het belangrijk is voor het vervoer van... in het bijzonder gevaarlijke stoffen, maar ook andere bulk... vloeibare stoffen, zeker, of eigenlijk op die routes... waar ze een vaste herkomst en bestemming hebben nu en in de toekomst. Het is overigens niet zo dat buizen het alle transport van gevaarlijke stoffen kunnen vervangen. Want ook daar hebben we natuurlijk wel te maken met veiligheidsvoorschriften. Buisleidingen hebben we ook traditioneel in Nederland... maar overigens ook in veel andere landen altijd als... private infrastructuur gezien, die wij als overheid graag mogelijk willen maken door het ruimtelijk goed in te passen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook onderdeel van de bedrijfsvoering van bedrijven om die buizen vervolgens te hebben. En de capaciteit wordt uiteindelijk dan bepaald door de marktvraag en het aanbod. We zien het grote belang en daarom willen we het zeker stimuleren. Dat doen we samen met de ministeries van EZK en BZK. Met name ook door het reserveren van fysieke ruimte voor buisleidingen. En een heel groot project op dit moment vorm te geven. Namelijk het Delta Rhine Corridor project voor een nieuwe buisleidingenstraat tussen het Rotterdamse industriegebied Gemmelot en het Roergebied. En ook het Hydrogen 27 project. Dat faciliteren we ook gewoon met alle procedures om versnelde vergunningverlening door het Rijk mogelijk te maken. En dat is allemaal onderdeel van het meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat, waar collega Jette voor aan de lat staat. In de tweede helft van dit jaar informeer ik de Kamer ook even los van deze projecten hoe we buisleidingenvervoer nog verder kunnen stimuleren, ook in een multimodaal karakter. Daar zijn we ook met de betrokken ministeries over in overleg. Willen we ook in dat opzicht nog veel verder uitbouwen in een integrale goederenvervoeragenda. Omdat ze uiteindelijk, ja, als je over een optimaal multimodaal logistiek systeem spreekt, dan maken ze daar deel van uit. Verder inzoomend. Sorry. Ik heb nog een paar vragen over de buisleidingen. Ja, over de buisleidingen. Laten we die afmaken en daarna geef ik u raad. Oké, ga er gang. De stand van zaken rond dat Delta Rhine Corridor project, wat de heer Koerhuis vroeg, dat is nu nog in de verkenningsfase. Dat klinkt ambtelijk en traag, maar het gaat eerlijk gezegd gewoon razendsnel. Als ik ook alleen al zie van eerste gedachten een paar jaar geleden tot waar we nu staan, dan worden echt snel de nodige stappen gezet om het project te realiseren. Aan de publieke kant zijn we nu aan het inzetten om via het Rijk de coördinatie van de vergunningverlening te versnellen. Daarnaast wordt met Duitsland gesproken over het commitment aan de Duitse zijde. Rondom de zomer wordt de keuze verwacht over de definitieve scope van het project. Voorlopig gaan we nu uit van het vervoer van LPG, propeen, CO2, waterstof, gelijkstroom en ammoniak. En de hele planning is erop gericht om gerealiseerd te hebben in 2028. Het is afhankelijk of de LPG-buis in de daadwerkelijke scope zit. Dat is afhankelijk van de vraag of het dan ook gaat leiden tot een afname van het spoorvervoer van LPG. Wel kan het project er sowieso ook voor zorgen dat toekomstige stromen via de buis gaan en niet via andere modaliteiten. Dan de verdeling van de toekomstige brandstoffen, zoals groen gas, groen ammoniak en methanol, waar de heer Koerhuis naar vroeg. Daarvoor hebben we het Nationaal Plan Energiesysteem nodig. Wat de heer Koerhuis ongetwijfeld kent van de andere debatten over luchtvaart en scheepvaart. Want daarin beschrijven we eerst hoe Nederland een energiesysteem ontwikkelt dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Daaruit vloeit voort hoe de energiedragers het meest zinvol ingezet kunnen worden over de verschillende sectoren. En als je dat weet, en het concept Nationaal Programma Energievoorziening zal EZK voor de zomer met de Kamer delen, dan kun je vervolgens ook weten, als je weet hoeveel energie en op welke plekken, dan ga je daar vervolgens natuurlijk de kaart naast leggen van, in dit geval buisleidingen, maar ook andere modaliteiten, om het op de goede plekken te krijgen. Mevrouw Van Ginneke vroeg naar een update van de structuurvisie buisleidingen. Die structuurvisie, de huidige is geldt van 2012 tot 2035. Die is een langetermijnvisie over de benodigde ruimte en ook de reserveringen voor die buisleidingen. Het valt overigens onder het ministerie van BZK, de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
in het kader van het programma Energiehoofdstructuur van EZK... wordt op dit moment beoordeeld of die uitgangspunten van die structuurvisie bijgesteld moeten worden. Ook hiervoor geldt dat rond de zomer de hoofdlijnenvisie van dat programma Energiehoofdstructuur naar de Kamer worden gestuurd. En vanuit INW zijn we daar volop op aangesloten. Zowel vanwege het belang van de externe veiligheid als vanwege verdere ontwikkeling van de havens. Hè, bijvoorbeeld de aanlanding van waterstof in Rotterdam. En dan moet je natuurlijk ook weten hoe je dat verder vervoert. Rond de zomer weten we of die uitgangspunten van de structuurvisie bijstelling behoeven. Gelijktijdige herziening, dat wordt wel heel krap in de tijd, omdat een aanpassing van de structuurvisie ook een omvangrijk traject is. Maar dan weten we wel welke kant het uit moet. En tot slot van de buisleidingen. Dan nog twee vragen. De ene van de heer Alkaya, of het kabinet de mening deelt dat er met spoed moet worden geïnvesteerd in de buisleidingen in plaats van over het spoor. Dan herhaal ik wat ik net zei. Buisleidingen zijn ontzettend belangrijk. Ze kunnen niet al het vervoer overnemen. Maar waar dat wel kan, moeten we dat vooral doen. En de wijze waarop is eigenlijk de korte samenvatting. We zijn volop aan de slag op de wijze zoals ik zojuist ook al aangaf. En of er in Gelderland en Overijssel buisleidingen moeten komen. De laatste vraag van de heer Koerhuis. We hebben vanuit die provincies vooralsnog geen concrete plannen in het vizier vanuit private partijen die ook zeggen van ik heb eigenlijk iets nodig wat via een buis kan komen. Maar we zijn voortdurend in gesprek met alle provincies, ook met deze, over mogelijke wensen voor buisleidingen, mogelijk samen met geïnteresseerde marktpartijen. Wat je wel ziet, de belangrijkste knooppunten of plekken waar je het meest kunt met buisleidingen, dat weten we eigenlijk ook al sinds een aantal jaar, dat zijn de vijf grote industriële clusters in Nederland. Dus Eemshaven, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland en Gemmelot. Die plekken die lenen zich het meest. Die hebben ook de transportbehoeften waar je ideaal met buisleidingen in kunt voorzien. En dat alles over buizen. Dank u wel. Dan is als eerste een vraag van de heer Krul. Meneer Krul gaat ervoor. Ja, voorzitter. Laat ik dan beginnen met iets goeds voordat ik mijn vraag stel. Ik hoor de minister veel plannen noemen en uitleg geven over wat er nog meer op de rol staat als het gaat om het stimuleren van buizen. Maar toch even het volgende. We hebben geconstateerd dat buizen dat een goed alternatief is. Een veilig alternatief is voor veel van het goederenvervoer. Een van de belangrijke modaliteiten. Er hoeft dan geen trein door een dorp, om maar even gechargeerd te zeggen. En ik heb het idee dat ik toch meerdere keren per week inmiddels in deze discussie met deze minister kom op een ander onderwerp. Namelijk dat er dus nu weer heel snel gekeken wordt naar de markt. Wat u gewoon zegt, ja, de buis is vooral iets van private partijen. En er zijn geen concrete plannen, als het gaat om Oost-Nederland, van private partijen in de markt om dit op te pakken. Ik denk van ja, maar als we net hebben geconstateerd dat het goed is voor het publieke belang, waarom dan ook niet publieke regie? Waarom weer meteen naar die markt grijpen voor iets waarvan we net hebben geconstateerd dat het goed is voor het publieke belang, voor het welzijn van mensen die nu overlast ervaren van andere modaliteiten? Is de minister het niet gewoon eens dat dit ook weer zo'n taak is waar de overheid veel meer moet zeggen, er is ook een publiek belang wat we hier publiek moeten borgen, als dat we zo snel grijpen naar het antwoord, ja, het is aan private partijen en als er iets in de markt gebeurt, dan ga ik wel luisteren. Dank u wel. De minister. Nee, voorzitter, dat zou op heel veel plekken opgaan. Maar juist dat publieke belang, dat borgen we sinds jaar en dag door ook rekening te houden om tracés vrij te houden. Door te zorgen voor goede inpassing. Maar ik vind het eerlijk gezegd ook vreemd om allerlei dingen te gaan financieren die ook gewoon onderdeel zijn van de activiteiten in de markt. Het is niet het enige wat we doen in de ondergrond natuurlijk. Hè. We hebben een wijdvertakt gasnet in Nederland. Er liggen ook allerlei plannen, maar dan kom ik op het terrein van de minister voor Klimaat en Energie. Om op termijn gasnet om te bouwen ook voor vervoer van waterstof. Er zijn genoeg andere mogelijkheden ook. Maar als je spreekt over een buisleidingenstraat, dat gaat om dermate grote volumes die vrijwel zonder uitzondering uitsluitend in de industrie worden gebruikt, dat je daar dan ook echt grootschalige industrie voor nodig hebt
om dat te rechtvaardigen. Dus dat heeft niets te maken met voorkeuren in de verdeling over het land of iets dergelijks. Maar ook om te kijken van waar zitten de afnemers daarvan. En die zitten bijvoorbeeld ook in de Eemshaven, die zitten ook in Gemmelot. En dat gaan we volop mogelijk maken. Dank u wel, meneer Krul. Ja, voorzitter. Ik begrijp wat de minister zegt. Maar er zijn ongelooflijk veel sectoren en harde industrie waar we als overheid ook maatregelen nemen. Omdat we een bepaalde verantwoordelijkheid voelen, maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen om het publiek belang meer te dienen. En als ik dan hoor dat we in het oosten van Nederland echt gaan wachten op een marktpartij. En als er concrete plannen komen dat we dan wel gaan acteren. Dan zou ik toch willen vragen, zonder nou meteen een buisleiding aan te leggen. Hè, want dat is de andere kant van het spectrum. Om in ieder geval regie te nemen in het stimuleren. En in het verkennen van de markt wat mij part, om te kijken hoe we dit toch een slinger kunnen geven. Want het is echt een alternatief wat ervoor gaat zorgen dat er heel veel hinder in de regio verminderd kan worden. Dus dat is de oproep die ik echt aan de minister wil doen. Zie dit als een publiek belang en voel daarbij de publieke verantwoordelijkheid. Dank u wel, de minister. Ja, voorzitter. Ja, dat hinder tegengaat vanzelfsprekend. Dat is over een groot gebied. Zo'n Delta-Rijn-corridor betekent straks echt wel wat voor bijvoorbeeld het spoorvervoer door Brabant, door Limburg, waar je heel veel hinder ook weg kunt nemen. Ik zeg er één ding bij. Ik heb zomaar het idee dat de aanleg van 200 kilometer buis hier en daar ook nog wel een reactie uitlokt in de omgeving waar de grond open moet. Maar dat gaan we gewoon keurig in orde maken. Maar de stoffen die ik zojuist noemde, die bijvoorbeeld voor de Delta-Rijn-corridor in beeld zijn, propeen, LPG, CO2, et cetera, dat zijn wel stoffen, die moet je wel nodig hebben ergens. En dat is maar een zeer beperkt aantal industriële clusters. Waterstof hebben we straks op veel meer plekken nodig. Maar daar wordt bijvoorbeeld in voorzien met plannen voor een waterstofringleiding in Nederland en stapsgewijs het gasnet om te bouwen naar waterstof. En ik denk dat dat een uitstekend, dat daar ook in Gelderland, Overijssel en een tal van andere plekken enorm veel behoefte aan is. Maar dat doe je dus ook op die manier, wordt daar ook al in voorzien in de plannen van EZK. Dank u wel. Dan mevrouw van Ginneken. Nu had ook een vraag. Gaat ervoor. Ja, voorzitter, dank. De minister heeft aangegeven dat EZK de uitgangspunten aan het beoordelen is van die structuurvisie buisleidingen. Dat is natuurlijk goed nieuws. Ik zou graag even expliciet willen checken of EZK daarin dan ook meeweegt dat het gevoel rondom veiligheidsrisico's vanwege het drukker gebruik van het spoor, of dat daar ook expliciet als veranderend uitgangspunt meegenomen wordt. En of de minister in de goederenvervoeragenda die kort na de zomer komt, als ik het goed heb, kan reflecteren op de conclusies van EZK. Dank u wel, de minister. Beide is het geval. Kijk, ik zei net al, EZK heeft het voortouw, maar BZK beheert die structuurvisie. Vanuit INW hebben wij de buisleidingenwet. Dus we zitten met z'n drieën aan tafel. Wij nemen dat allemaal mee en we zullen daar ook op reflecteren. Maar het is eigenlijk precies waarvoor wij aan tafel zitten. Juist ook om het in te passen in het hele mobiliteitssysteem. Dank u wel. En dan tot slot de heer Koerhuis. Gaat u gang, meneer Koerhuis. Ja. Toch nog even door te gaan op het punt van de heer Krul. Ik voel ook hier een beetje een kip-ei-verhaal aankomen. En ik wil toch de discussie bijvoorbeeld over luchthavens erbij halen. Daar hebben we juist in de commissie gezegd, in ieder geval de VVD, CDA, maar ook de PVV heeft daar gezegd van, luchthavens moeten we zien als maatschappelijke infrastructuur. Ik zou buisleidingen eigenlijk ook al willen zien als maatschappelijke infrastructuur. Want wat heel gek is, dat is ook terecht, dat wij bijvoorbeeld vaarwegen en spoorwegen betalen naar Gelderland en Overijssel. Daar ben ik heel blij mee. Maar dan is het wel, als we dat dan wel doen en de buisleiding niet, dan zit je de buisleiding eigenlijk een beetje op achterstand. En dan kom je een beetje in een kip-ei-verhaal terecht. Dus ik zou toch nog een lans willen breken van, laten we die buisleiding nu ook zien als maatschappelijke infra. Uw vraag is of de minister dat zo wil interpreteren. Dank u wel. De minister. Het is een belangrijke infrastructuur. Tot de dag van vandaag wordt dat privaat gefinancierd. Ik denk daar is ook niks op tegen. We hebben daar vervolgens ook werken daaraan mee om dat ruimtelijk goed in te passen. Maar de vraag zoals de heer Koerhuis die stelt, laat ik die dan mee laten lopen in die beoordeling van het programma Energie Hoofdinfrastructuur en te kijken wat daaruit naar voren komt voor mogelijk andere manieren van inpassing, andere exploitatiemodellen daarop. Dan betrekken we dat bij de uitwerking van eventuele aanpassingen in die structuurvisie.
Ik vind het eerlijk gezegd ook een beetje raar om op voorhand te zeggen, wij gaan het wel overnemen als overheid, waar tot nu toe al 50 jaar de markt het gewoon financiert en gebruikt en doet en daar naar volle tevredenheid gebruik van maakt. Dank u wel. Vervolgt u beantwoording, minister. Dan de bedientijden van sluizen. Mevrouw van Ginneken vroeg ook nog naar de tegenstelling tussen het verkorten van bedientijden en het stimuleren van vervoer over water. Ja, volgens mij ben ik daar net al een beetje op ingegaan. Maar dat is onderdeel ook van de aanpak van het basiskwaliteitsniveau. Om gewoon ja, de juiste bediening op de juiste plek, zou ik haast zeggen. De heer Koorhuis vroeg nog naar de additionele eisen of de toenemende eisen aan kleinere havens. Ja. Bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging. Waar de burgemeester overigens dan de verantwoordelijkheid heeft op grond van de havenbeveiligingswet. Binnenhavens zijn ook vaak in private handen. Die investeren bijvoorbeeld ook zelf in brandbeveiliging. En veel van de regels voor havenbeveiligingen komen ook voort uit EU-regelgeving. De heer Koorhuis geeft aan dat dat in België en Duitsland soepeler loopt. Wij hebben daar geen, niet zo snel een beeld bij dat dat zo zou zijn. Maar ik zeg hem toe dat we dat gaan uitzoeken. En dan is het misschien handig om voor een volgend debat maritiem daarop terug te komen. En te kijken wat we daarover te weten zijn gekomen. Dan kunnen we denk ik aan de hand van iets meer feiten en inzichten dat debat verder vervolgen. Specifiek geldt natuurlijk ook dat, ja, naarmate we ook in de grote havens strenger optreden waar het gaat om aanpak van ondermijning en drugscriminaliteit, we vanzelfsprekend ook nog wel in het oog houden of dat niet tot een waterbedeffect leidt bij andere havens. Het lichtgeld voor containers wanneer een schip stil ligt in de haven, daar zijn we even ingedoken. Ik denk dat gedoeld wordt op de boetes voor de tijdsoverschrijding van het vrije gebruik van containers. Kosten die rederijen in rekening brengen bij overschrijding van de toegestane gebruikstijd van een container. En die containers die zijn overigens het eigendom van de rederijen. Normaliter worden hierover bij de opdracht voor transport afspraken gemaakt. Dat zijn private afspraken tussen bedrijven waar we geen zicht op hebben. Maar we hebben inderdaad ook signalen over sterk oplopende tarieven voor deze tijdsoverschrijding. Waardoor het normaal gebruik van containers erg onder druk zou komen te staan bij vertraging in de keten. En dat is een wereldwijd verschijnsel. Ik ben geïnformeerd dat ook de federale overheid in de VS er bijvoorbeeld al naar kijkt. En ik zeg de heer Koorhuis toe dat ik de topsector logistiek die we daarvoor hebben in Nederland zal vragen om eens even de invloed van deze regelingen op de efficiëntie in het containervervoer te laten onderzoeken. Dan kunnen we aan de hand daarvan ook kijken hoe we daar wat tegen kunnen doen en die efficiëntie weer kunnen verbeteren. Even heel kort hierop. Verwacht u daar ook kunt u daar een termijn aan koppelen? Nou ja, ik zal het de topsector logistiek vragen. Ik ben een beetje afhankelijk ook van wat ze daar kunnen doen. Maar laat ik je, wanneer kunnen we daarover informeren? Rond de zomer. Rond de zomer. Kunnen we zo, rond voor de het eind van de zomerreces? Ja, goed. Dank u wel. Dan vroeg mevrouw van Ginneken nog naar het principe van de gebruiker betaalt. Uiteindelijk, dat ging dan met name geloof ik over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vervoerders moeten ook al voldoen aan strikte regels voor externe veiligheid. Moeten onder meer investeren in veiligheidsvoorzieningen aan het materieel. Daardoor zijn de kosten voor externe veiligheid reeds belegd bij de vervoerders. Daarnaast zijn er verschillende externe kosten, zoals voor veiligheidsregio's en het ruimtebeslag om veiligheidszones, veiligheidsmarges in acht te nemen. Per modaliteit zou dan eigenlijk in een Europees verband moeten gekeken worden of die kosten meer geïnternaliseerd kunnen worden. Dus ik neem dit in overweging ook als onderdeel van de herijking van de goederenvervoeragenda. Om eens te kijken hoe dat nu in elkaar zit en of daar andere dingen in noodzakelijk of wenselijk zouden zijn. Maar over het algemeen geldt natuurlijk al dat de kosten al in hoge mate bij de vervoerder zelf belegd zijn. En tot slot de wezensvraag van de heer Matlener die zich afvroeg of we niet te ambitieus zijn, want alles zit al vol.
Ja, ik zou er eigenlijk ook indachtig de vorige antwoorden toch een tegengeluid op willen laten horen. Ik denk dat met onze grote zeehavens en ook ons geavanceerde logistieke netwerk Nederland nog altijd de gateway to Europe is. Waar we ook goed geld mee verdienen in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Over water, maar ook op het spoor zie je ook nog ruimte voor groei van het goederenvervoer. En natuurlijk moeten we vooral ook aandacht hebben voor ruimte op de overvolle wegen. Vandaar ook juist al dat vernuft in Nederland inzetten op model shift beleid, op slimme logistieke oplossingen, op combineren van ladingen, op inzet op duurzamere vrachtauto's en ook inzet op buisleidingen. En ik denk dat we daar alle kennis voor in huis hebben om dat nog heel goed te laten functioneren. Dank u wel. Hierop nog een korte reactie van de heer Matleder. Gaat u gang. Ja, voorzitter, dat zijn mooie woorden. Maar ik zie vooral dat er een bouwstop is afgekondigd door het ministerie. Door deze minister. Dat er ook op het spoor niet meer geïnvesteerd wordt in nieuw spoor. Ik zie dat de Betuwelijn straks een paar jaar misschien half dicht gaat vanwege verbouwingswerkzaamheden. Ik zie allerlei gigantisch hoge eisen als het gaat om zero-emissie. Vrachtwagens die nog helemaal niet beschikbaar zijn. Laadinfrastructuur is er nog niet. Allerlei regels en kostenverhogingen voor transportondernemers. Dat is wat er allemaal op ons afkomt. Dus ja, het zijn mooie woorden. En we dragen de transportsector een warm hart toe allebei. Maar de praktijk van deze regering is toch een hele harde, denk ik. De minister. Er is wel wat op af te dingen op een aantal stellingnames van de heer Matlener. Het is geen bouwstop. Het is een schuif van aanleg naar instandhouding voor de komende jaren. We stoppen de aanleg niet. We gaan door met de planvorming. Op het moment dat het weer kan, dat er bijvoorbeeld ook stikstofruimte is, vergunningen afgegeven kunnen worden, hervatten we dat. Een aantal aanlegprojecten gaan ook gewoon door. En wat we ervoor doen, dat wordt een beetje weggewoven, maar dat is gewoon een forse impuls op de instandhouding, op de infrastructuur die we hebben, die ook achterstanden kent, die als we niets doen ook verder achteruit gaat. Dus aan de positieve zijde moet dat de komende jaren zichtbaar worden in een versterkte impuls op de instandhouding van de wegen, de vaarwegen, de sluizen, de bruggen, die uiteindelijk ook in het belang zijn van het transport in Nederland. De heer Matleder, gaat ervan. Ja, het is natuurlijk altijd mooi, hè, als je 10 jaar in de regering zit als VVD en je laat achterstallig onderhoud ontstaan, dat je daarna zegt, kijk eens, ik ga het achterstallig onderhoud inlopen. Wat goed voor mij, hè. Ik vind het een beetje, nou ja, het is maar net uit welk standpunt je het bekijkt. Maar het is goed dat er onderhoud gepleegd wordt, want dat is natuurlijk altijd hard nodig. Maar om dat nu te claimen als succes, vind ik toch een beetje ver gaan als je 10 jaar achterstallig onderhoud hebt laten ontstaan. Dank u wel. U wilt even op reageren? Ja, het achterstallig onderhoud dat is met name ook ontstaan door veel sterker dan verwacht gebruik van bijvoorbeeld de weginfrastructuur. In combinatie ook met zwaardere voertuigen, zowel elektrische auto's als elektrische of waterstofvrachtauto's zijn zwaarder dan de fossiele voertuigen. Dat is natuurlijk 20 jaar geleden niet in deze mate voorzien. We hebben er wel mee te dealen en daarom wil ik het ook vooral in goede staat houden. En dat gaan we de komende jaren doen. Dank u wel. Daarmee zijn de antwoorden van de minister compleet voor zover. En dan gaan we over naar de staatssecretaris voor de beantwoording over met name het spoordeel. De staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Ik wil me ook nog even richten tot de leden van de commissie. Want vandaag spreken we over intermodaal goederenvervoer. Maar voordat we dat doen wil ik toch ook stilstaan bij het treinongeval van vorige week. Waar ook een goederentrein bij betrokken was. In de eerste plaats gaan mijn gedachten uit naar de nabestaanden van de overleden kraanmachinist, naar de treinreizigers en naar het treinpersoneel die gewond zijn geraakt en naar alle reizigers die dat ongeval hebben moeten meemaken. En natuurlijk ook alle lof voor de hulpverleners en voor de omwonenden die hebben geholpen. En ik wens alle onderzoekers inzicht en wijsheid toe om de toedracht van dit ongeval ook op een goede manier uit te zoeken. Ik ben samen met de koning diezelfde dag nog in Voorschoten geweest. En ik heb daar met veel betrokkenen gesproken. En dat heeft me echt heel erg diep geraakt en een grote indruk op me gemaakt. Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. En uiteraard wacht ik de onderzoeksresultaten af. Maar wat het wel bevestigt is het belang dat de mensen die elke dag aan onze infrastructuur werken altijd veilig hun werk moeten kunnen doen.
In de eerste instantie is het natuurlijk aan de aannemers om ervoor te zorgen dat er veilige werkomstandigheden zijn. Maar als Rijk zijn we de grootste financier voor het onderhouden van en de aanleg van nieuwe infrastructuur. En de minister en ik vinden het dan ook belangrijk dat ProRail en Rijkswaterstaat ook zelf eisen stellen aan veilig werken. Zeker wanneer daar een ander gedeelte van de infrastructuur nog bij in gebruik is. Of dit beter kan, dat zal blijken uit de onderzoeken die nu worden uitgevoerd. Zeker is wel dat al die mensen die ervoor zorgen dat reizigers en goederen elke dag veilig en snel op hun bestemming komen, erop mogen rekenen dat wij er alles aan doen om de mensen die werken aan onze infrastructuur na hun werk ook weer veilig thuis te laten komen. En dan wilde ik nu toch over naar de beantwoording, voorzitter. De eerste vraag van mevrouw van Ginneke. Kunt u misschien aangeven welke blokjes u heeft? Sorry, dat ja. is misschien goed ja, voor de inschatting als er vervolgvraag is. Eerst een blokje algemeen spoorgoederenvervoer. Daarna een blokje omgeving en dan nog wat overige vragen. Mevrouw van Ginneke die vroeg waarom het proces naar het toekomstbeeld een jaar of langer duurt en of dat sneller kan. Ik ben in elk geval heel erg blij om te horen dat het toekomstbeeld positief is ontvangen. Ik begrijp de wens om snelheid te maken, maar de dilemma's en de vragen die zijn complex. Daar is tijd voor nodig, ook omdat we het zorgvuldig willen doen. En bovendien moet de groei van goederen samen met de goede ambities voor het reizigersvervoer blijven passen op ons spoorwegnet. En daarom wil ik gelijkschakelen met het toekomstbeeld OV. Einde van 2023 stuur ik de Kamer een eerste uitwerking met erin de beelden van belanghebbenden, geschetst over de benoemde dilemma's. En in 2024 volgt de definitieve uitwerking in lijn met het toekomstbeeld OV. Mevrouw van Ginneke vraagt waarom ik een jaar wil wachten met het omwonende platform. Daar zijn we al mee aan de slag, dus dat klopt niet helemaal. We zijn nu al aan de slag met de inrichting van het platform. En ik betrek daarbij het participatieproces voor het toekomstbeeld spoorgoederenvervoer. Dus ik schakel dat dus parallel. Dan vroeg mevrouw van Ginneke nog wat ik bedoel met het terugvloeien van de winst van innovaties naar omwonenden. Ik bedoel niet winst in financiële zin. Ik geef graag een voorbeeld. Gegeven de geluidsproductieplafonds betekent het rijden met stiller materieel dat binnen dat plafond meer treinen kunnen rijden. En dat is winst voor vervoerders, maar ik kan die winst ook gebruiken voor het verlagen van het geluidsproductieplafond. En dan komt de winst van de innovatie ook toe aan omwonenden. En over het fonds dat D66 voorstelt, wil ik in de uitwerking van de visie graag met belanghebbenden nadenken. Daarover. Dan had mevrouw van Ginneke nog een vraag over welke mogelijkheden ik heb om voorrang te differentiëren naar bijvoorbeeld veiligheid of in hoeverre de vervoerder leeg rijdt. De mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. De capaciteitsregels die zijn bedoeld voor de inrichting van de jaardienst. En in dat proces is vaak nog niet bekend welke goederen vervoerd gaan worden en welk materieel daarvoor wordt ingezet. En dan is het niet goed mogelijk om veiligheid, leefbaarheid en efficiëntie mee te wegen in de toekenning van capaciteit. Wat ik natuurlijk wel kan bezien is of het bijvoorbeeld mogelijk is om prijsprikkels in te zetten. De heer Koerhuis die vroeg nog naar de stand van zaken met betrekking tot de railterminals Gelderland, Tilburg en Venlo. Bij de provincie Gelderland loopt momenteel de aanbesteding voor aanleg en exploitatie van de railterminal Gelderland. Momenteel loopt nog een procedure bij de Raad van State omtrent het inpassingsplan en die uitspraak die wordt binnenkort verwacht. Na uitspraak en gunning kan men met de werkzaamheden starten naar verwachting op zijn vroegst eind van dit jaar. De railterminal Greenport Venlo is volledig operationeel. En voor de railterminal in Tilburg loopt een onderzoek. Dan had de heer Alkaya nog een vraag, of eigenlijk meer een opmerking. Goederentreinen gaan toch geen voorrang krijgen op reizigers? Nee, goederentreinen gaan niet zonder meer voorrang krijgen op reizigersvervoer. Een evaluatie van het besluit capaciteitsverdeling heeft uitgewezen dat goederenvervoer enigszins achtergesteld is. En ik wil daar meer evenwicht in aanbrengen. En daarbij gaat het ook om nieuwe ontwikkelingen mee te nemen, zoals open toegang en nieuwe Europese regels voor capaciteitsverdeling. Dat was het einde van dit blokje, voorzitter. Dank u wel. Daar heeft als eerste de heer Alkaya nog een vraag over. Meneer Alkaya, gaat uw gang. Voorzitter, maar dat is toch puur retoriek. Als ik zeg van goederentreinen gaan vaker voorrang krijgen boven openbaar vervoer voor personen, zegt de staatssecretaris, nee, dat is niet zo. Maar op dit moment zijn goederentreinen achtergesteld en dat wil ik meer in balans brengen. Eigenlijk zeggen we hetzelfde. Waarom kan de staatssecretaris daar niet eerlijk over zijn? En ik vind dat eerlijk gezegd
niet te rijmen met de ambities die wij ook hier vaker uitspreken voor het openbaar vervoer in Nederland, waar ook stijgende reizigersaantallen worden verwacht. Dus wanneer krijgen we daar meer duidelijkheid over van de staatssecretaris? Wanneer gaat ze daar een knoop over doorhakken? Dank u wel, de staatssecretaris. Ja, voorzitter, uiteindelijk gaat ProRail er ook over wie op welk moment natuurlijk ook toegang heeft. Als de Kamer daar graag andere afwegingen ziet, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. Maar dat is misschien even een lijn ook met een antwoord dat ik dadelijk op de heer Matlener ga geven. Het spoor in Nederland is ook nog niet vol. Hè? Dat was een beetje het beeld. Maar we moeten het op een hele goede en efficiënte manier benutten. Daarbij natuurlijk ook rekening houden met bijvoorbeeld omgevingseffecten. Hè? We hebben natuurlijk ook altijd de belangen van omwonenden goed in de gaten te houden. Dus dat is een... Dus het is ook niet zo dat het een het ander per se hoeft uit te sluiten. We zijn nog steeds ambitieus. We hebben nog steeds de ambitie om ook op personenvervoer, in elk geval qua reizigersaantallen, ook te groeien. En nou ja, dat zou zomaar kunnen betekenen dat er natuurlijk ook meer treinen zouden moeten gaan rijden. Maar dat is nu, hier niet de plek om die discussie te voeren. Maar het is wel belangrijk dat ook voor spoorgoederenvervoer genoeg plek is op de trajecten. Dank u wel. Meneer Okaya, een vervolgvraag? Voorzitter, de staatssecretaris wekt in haar brief hierover de suggestie dat er iets gaat veranderen in het beleid met betrekking tot goederentreinen en personenvervoer en wat dan voorrang krijgt in bepaalde situaties. Dus ik zou de staatssecretaris willen vragen, wat gaat ze dan precies veranderen? En als ze dat nu nog niet weet, als ze daar nu nog naar aan het kijken is, wanneer weet zij wel wat er gaat veranderen, zodat wij daar op tijd van op de hoogte worden gesteld? Dank u wel. De staatssecretaris. Er wordt inderdaad gewoon goed naar de capaciteitsverdeling gekeken. In het najaar hebben we daar meer duidelijkheid over. En dan zal ik de Kamer daar natuurlijk ook meteen over informeren wat de voornemens zijn. Dank u wel. Dan als eerst mevrouw Van Ginneken nog een voorvraag. Ja, dank voorzitter. Ik ben blij met de toezegging van de staatssecretaris om met betrokkenen na te gaan denken over de uitwerking van het Fonds voor Omwonenden. Ik heb de staatssecretaris niet gehoord wanneer de Kamer daarover geïnformeerd wordt. En ook blij te horen dat het platform Omwonenden onderweg is. Wanneer kunnen we de kick-off borrel tegemoet zien? De staatssecretaris. Dat wordt op korte termijn georganiseerd en alles wordt ook meegenomen in het toekomstbeeld wat gepresenteerd wordt. Dus dan zal de Kamer daar ook over weer worden geïnformeerd. Oké, en dan was er nog een volgvraag van de heer Matlener. Meneer Matlener. Ja, nou, het is goed om te horen dat het spoor niet vol is. Dat er dus nog kennelijk veel ruimte is, ook op de Brabantroute, want dat is een hele belangrijke goederenvervoerroute en je zal er maar naast wonen. Ik heb een wat verouderd bericht waar ik toch graag even wil weten hoe staat het er nu voor. Want in dit bericht, dat is een jaar oud moet ik zeggen, werd voorspeld dat tussen november 2024 en mei 2026 goederentreinen omgeleid worden van de Betuwe-route naar de Brabantroute. Omdat de Betuwe-route dan soms zelfs helemaal niet meer te gebruiken is wegens werkzaamheden. Dat is een hele lange tijd. Maar goed, er is nog genoeg ruimte op de Brabantroute, hoor ik net. Dus ik ben heel benieuwd hoe het ervoor staat en wat de staatssecretaris verwacht. De staatssecretaris. Ja, het klopt. We hebben de Kamer daar ook eerder over geïnformeerd, voorzitter. Dat er dus een tijdelijke omlegging zal zijn, omdat er werkzaamheden zijn op het andere traject. Wat we wel hebben gedaan, omdat dat ook betekent dat het spoor intensiever wordt bereden. En dat is ook de reden waarom we een minder hinderpakket hebben. Dat heeft de Kamer ook in meegeholpen, dus daarvoor nog veel dank. Dus er wordt 10 miljoen uitgegeven aan maatregelen om de hinder tijdens de werkzaamheden ook zoveel mogelijk te beperken. En dan kunt u denken aan bijvoorbeeld het leggen van bepaalde matten op plekken waar er nu heel veel herrie is. En dan kunnen op bepaalde echte drukpunten kunnen de ergste noden worden geledigd. Maar dat het zo is dat er meer overlast zal zijn. Het is een drukke route en hij zal niet rustiger worden in die jaren dat er extra gebruik wordt gemaakt van de Brabantroute. Dank u wel. Dan de heer Krul. Meneer Krul gaat... Ja, voorzitter, ik kan het betoog van de staatssecretaris volgen. Wat ik wel wil meegeven, of in ieder geval waar ik graag reflectie op wil, is... er wordt nu ook al veel overlast ervaren langs die Brabantroute. En het is goed dat we een minder hinderpakket hebben, daar is het CDA voor. Maar we moeten echt waken dat de uitwerkingen van dat minder hinderpakket straks achter gaan lopen
op de overlast, op de vermeerderde overlast die het spoor goederenvervoer met zich meebrengt. Dat moet wat het CDA betreft ook gewoon toch wel voorwaardelijk zijn. Dat we echt weten van oké, wat levert het minder hinderpakket op in het verminderen van de hinder, concreet. Want als je wel nu de Brabantroute straks meer gaat gebruiken, intensiever gaat gebruiken, maar we kunnen niet goed inzichtelijk maken welke hinder we weggenomen hebben daar. Ja, dan krijg je dus een onevenredige mate van hinder voor de inwoners. En dat kan niet de bedoeling zijn. De staatssecretaris. Voorzitter, het antwoord op de vraag van de heer Krul zit in mijn volgende blokje. Okay, dus, dan stel ik voor dat u uw beantwoording voor continueert. Oké. Okay. Even kijken. Nou, eigenlijk was het niet alleen meneer Krul die de vraag stelde, maar ook meneer Koerhuis en de heer Alkaya. Er werd in andere bewoordingen soms gevraagd van wat is de voortgang van het minder hinder aanpak en daarnaast kan er niet nog een schepje bovenop. Qua voortgang, ProRail heeft de maatregelen geïdentificeerd en is die nu ook verder aan het uitwerken. Een deel van de maatregelen zal ook al in 2023 en in 2024 worden uitgevoerd. En qua schepje er bovenop, de financiële kaders laten dat op dit moment simpelweg niet toe. Het was al best wel een uitdaging om de 10 miljoen voor het minder hinderpakket te vinden. Dat was, ik denk, net nog voor de tijd van de heer Krul. Maar daar hebben we toen nog een discussie over gehad in de uitwerking van het toekomstbeeld spoorgoederen. Ga ik wel met belanghebbenden ook verder verkennen wat er allemaal mogelijk is. En wat we ook hebben gezegd is dat we ook richting toekomst meer rekening willen houden met omgevingseffecten. Dat is ook een nieuwe weg die we hebben ingeslagen. Dat neemt niet weg dat we natuurlijk ook naar bestaande situaties moeten kijken en altijd moeten zoeken naar manieren, als dat past binnen de financiële kaders, om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Want helemaal wegnemen doe je dat natuurlijk ook waarschijnlijk niet. Meneer Krul vroeg ook nog naar de status van de modernisering van het spoorbeveiligingssysteem op het kernnet. Bij ERTMS ligt inderdaad de nadruk op het kernnetwerk. Bij de 18e voortgangsrapportage van het programma ERTMS heb ik met uw Kamer gedeeld dat er forse tegenvallers zijn op kosten en op de planning om de treinbeveiliging en de gerelateerde systemen klaar te maken voor de toekomst. Ik ben inmiddels nog volop aan de slag met het doorgronden van die tegenvallers en er loopt bijvoorbeeld ook nog een second opinion. Daarover ga ik verder ook met de Kamer in gesprek op het debat dat we hebben op 8 juni. Dat is het commissiedebat Spoor. Dank u wel. Nog een korte vraag van de heer Matlener gaat doen. Ja, nog even over die Brabantroute en dat minder hinder. Straks gaat die Betuwelijn dus deels dicht en gaan er veel meer treinen over die Brabantroute, maar daar zitten ook gevaarlijke stoffen bij, neem ik het zomaar aan. Dat zal toenemen en dan kun je wel zeggen, ja, ik heb wat minder hinder, maar het risico neemt wel toe. Dus kan de staatssecretaris nog even ingaan op het stijgen van het risico met het toenemen van het aantal treinen op dat traject? De staatssecretaris. Voorzitter, in mijn blokje zit eigenlijk ook beantwoording op de vraag van de heer Matlener, want er was een vergelijkbare vraag door de heer Krul gesteld. En dan zal ik nog specifiek ook even op die Brabantroute ingaan. Het spoor vervult een... ik moet eventjes eerst de vraag van meneer Krul misschien toelichten. Want hij vraagt wat is de voortgang van de landelijke visie over hoe gevaarlijke stoffen over het kernnet goed vervoerd kunnen worden. En tegelijkertijd bebouwde gebieden goed beschermd kunnen worden. Het spoor vervult een belangrijke functie in de mix van modaliteiten als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen. En zoals ik in het toekomstbeeld spoorgoedervervoer ook aangeef, moet dat in balans zijn met de leefomgeving van het spoor en ook kunnen samengaan met de woningbouwopgave. En zoals u weet werk ik aan een robuust basisnet waarin we duidelijkheid aan gemeenten verschaffen waar wel en waar niet gebouwd kan worden langs het spoor. En deze zomer zal ik u daarover uitgebreid informeren in een Kamerbrief over basisnet. En ook in het kader van het participatietraject rondom toekomstbeeld spoorgoederenvervoer zal dat uiteraard onderwerp van gesprek zijn. Meneer Alkaya vroeg nog op welke manier ik met gemeenten en provincies het gesprek voer om het vervoer van gevaarlijke stoffen te bespreken en risicoplafonds te handhaven. Ik doe dat op twee manieren. Dat is via de stuurgroep Basisnet. Dan praat ik met vertegenwoordigers namens IPO en VNG. En daarnaast doe ik het ook breder vanuit het toekomstbeeld spoorgoederenvervoer.
Ik vind het erg belangrijk dat er goede participatie wordt ingericht en dat de betrokkenheid van omwonenden naast andere belanghebbenden ook structureel wordt ingericht. Met bewoners, vervoerders en regionale overheden zijn de afgelopen maanden verschillende mogelijkheden verkend van een adviesplatform. Daartoe heb ik opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau. Het advies heb ik inmiddels ontvangen, dat zal ik ook nog bestuderen. En u ontvangt dat advies dan tegelijk met het toekomstbeeld spoorgoederenvervoer, wat ik net al aan mevrouw van Ginnik had aangegeven. En het is mijn intentie om het advies mee te nemen in de uitwerking van een participatieplan voor het toekomstbeeld spoorgoederen. Dank u wel. Hierover nog een vraag van de heer Alkaia. Meneer Alkaia. Voorzitter, is de staatssecretaris van mening, of heeft zij de overtuiging, dat dat overleg, vooral met lokale bestuurders, dat dat goed gaat? Zij trekken bij ons namelijk aan alarmbellen en zeggen van nee, wij maken ons zorgen over de manier waarop dat nu gaat. Als de staatssecretaris zegt van nou, dat beeld heb ik eigenlijk niet, dan is het wel goed om te weten. Maar dan hebben we wel verschillende kanten van het overleg die anders over het succes van het overleg denken. Dus ik vraag me af hoe de staatssecretaris daarover denkt. Dank u wel. De staatssecretaris. Ja, voorzitter. Het overleg loopt goed in de zin van dat we elkaar weten te vinden. Hè. Dus het is ook zo dat ongetwijfeld de heer Alkaia en andere commissieleden zullen worden benaderd. Maar ik word ook rechtstreeks benaderd door bestuurders die zich zorgen maken. Dus aan zich hebben we en staan we steeds in contact met de bestuurders. Maar het is wel een heel erg ingewikkelde puzzel. Daar kom ik weer met mijn postzegel waarop we met z'n allen wonen. En op die postzegel moeten we een heleboel dingen naast en tussen en door elkaar proberen in te richten. En wij hebben een heel compact en mooi spoorsysteem in Nederland. Het is druk bereden. Hè? Het is haast een metrosysteem. Daar hebben we het ook wel eens vaker over met elkaar. Maar dat vraagt natuurlijk wel erom dat je op een goede manier zorgt dat mensen zich veilig kunnen voelen als er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen zouden worden getransporteerd langs een woonwijk. En daar zijn we continu over met elkaar in gesprek. En uiteraard zullen er altijd genoeg waarborgen worden ingebouwd waarbij je dat op een hele veilige manier en verantwoorde manier kunt doen. Ik ben bijvoorbeeld zelf ook wel, toen ik bijvoorbeeld de trein zag, de spoorgoederentrein waar kalk uit was gelopen, toen schrok ik zelf natuurlijk ook heel erg, omdat ik dacht van oei, nou ligt er zomaar iets vlakbij een woonwijk. Maar toen heb ik dat nog eens nagevraagd. En als je bijvoorbeeld heel gevaarlijke stoffen vervoert, dan worden die op een andere manier verpakt ook. Waardoor de kans op lekken, ook als er zo'n ramp gebeurt, in elk geval wordt geminimaliseerd. En dat zijn wel allemaal gesprekken die we op een goede manier moeten voeren. Het voelt natuurlijk vaak ook onveilig, maar het is, zeker als je het vergelijkt met andere manieren van vervoer, een hele veilige manier van vervoer over het algemeen. Maar we moeten zorgen dat iedereen op basis van de objectieve gewoon de feiten tot goede afwegingen kan komen. En natuurlijk gaan wij niet iets doen waarvan wij vermoeden of verwachten dat dat heel erg gevaarlijk is. Dat wil ik ook niet en volgens mij wil niemand dat. Dank u wel. Meneer Krul, tot slot. Ja, voorzitter, toch één stapje terug nog. Het CDA maakt zich wel zorgen over enerzijds de boodschap, er wordt meer spoorweggoederenvervoer verwacht over het spoor en er wordt meer spoorweggoederenvervoer verwacht over de Brabantroute. En anderzijds het minder hinderpakket waarvan we zeggen dat gebruiken we om de effecten daarvan te mitigeren. En de eventuele discrepantie die kan ontstaan in het realiseren van dat minder hinderpakket en het vermeerderen van dat vervoer. Dus mijn concrete vraag is, kan de staatssecretaris toezeggen wanneer zij verwacht dat de laatste euro of de laatste maatregel uit dat minder hinderpakket gerealiseerd is? En meteen daar heel kort op volgend, loopt dat dan synchroon met de meerdere treinen die door die routes gaan? Dank u wel. We gaan het vragen. De staatssecretaris. Ja. Zoals aangegeven, er wordt nu al uitgegeven in 2023. De verwachting is dat in 2024 het hele bedrag is uitgegeven. En dan loopt dat dus ook parallel op met de periode waarin de Brabantroute intensiever gebruikt gaat worden.
Dank u wel. Ik stel voor dat de staatssecretaris haar beantwoording even continueert. Want anders, ook in het kader van de tijd, het lijkt me goed als we de staatssecretaris even... De staatssecretaris. Ja, voorzitter. Ik zal even kijken of ik misschien nog een dubbeling heb. Want er zijn tussendoor natuurlijk ook nog wat vragen gesteld. De heer Alkaya vroeg waarom ik niet kan roteren. Het gaat niet zozeer om kunnen, maar de vraag is of het verstandig is om daarvoor te kiezen. Want het merendeel van het vervoer is internationaal. En die treinpaden die worden ook internationaal bepaald. En dat gebeurt ruim een jaar van tevoren. Wat er wordt vervoerd, dat wordt over het algemeen pas veel later bepaald. Afhankelijk van wie wat en wanneer wil vervoeren. En dat betekent dat pas achteraf kan worden vastgesteld of een risicoplafond wordt overschreden. Dus daar kun je ook niet op sturen. En los daarvan is routeren voor mij de allerlaatste optie, omdat de treinen in ons dichtbevolkte land moeten omrijden en door andere steden dan gaan. En anders verplaatst het eventueel naar de weg. Dus dan krijg je gewoon een waterbedeffect. En dat geldt, hetzelfde geldt overigens ook voor ammoniak. Dan nog... specifiek doorgaand op ammoniak. Ammoniak dat wordt in het kader van de energietransitie genoemd als dragen van waterstof. Dus het volume zal daardoor naar verwachting toenemen. Als maatschappij zien we het vervoer van ammoniak natuurlijk liever niet groeien. Mijn insteek daarbij is daarom om te bevorderen dat ammoniak op de locatie van aanlanding kan worden verwerkt. Dus dat het daar kan worden omgezet in waterstofgas dat de buisleiding in kan. En voor het vervoer van ammoniak wil ik onderzoeken welke rol buisleidingen en ook de binnenvaart kunnen spelen. Ik heb u samen met de minister voor Klimaat en Energie daar op 17 maart nog een brief over gestuurd. En het is mijn bedoeling om samen met de minister voor Klimaat en Energie voor het einde van het jaar nog meer te kunnen laten weten over hoe we met die mogelijke stromen willen omgaan. En dan had de heer Krul nog een vraag. Ik ga wel een beetje door de sprekers heen, maar ik had het even een beetje naar voren gehaald, omdat er al een vraag werd gesteld. Die vroeg nog, zou ik kunnen toezeggen wanneer het plan van aanpak voor een onderzoek naar de mogelijke routes voor spoorgoederenvervoerder ligt? De goederenroutering Noordoost-Europa die betreft een lange termijn afwikkeling van goederentreinen via de grensovergang Oldenzaal-Baard-Bentheim van en naar Noordoost-Europa. Op 14 november 2022 heeft daarover een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met regionale bestuurders van zowel Oost- als West-Nederland. Op het provinciehuis in Gelderland was dat. En er is toen geconcludeerd dat nader verdiepend onderzoek naar nut en noodzaak dat dat nodig is. En afgesproken hebben we om daarvoor gezamenlijk in semester 1 van 2023 een plan van aanpak op te stellen. INW neemt daartoe het initiatief en zal ook de regie voeren. Ambtelijk is er inmiddels ook al mee gestart. Er wordt nu een externe partij gezocht om dat te begeleiden en ook in te stellen. En het plan van aanpak zal bestuurlijk vastgesteld moeten worden naar verwachting na het zomerreces. En de verwachte doorlooptijd van het daadwerkelijke noodzaakonderzoek, dat is ongeveer 1,5 jaar. Dat was het einde van dit blokje, voorzitter. En dan had ik nog een paar losse onderwerpen. Ja, de heer Matlener, die vroeg dus, zijn we niet te ambitieus voor het goederenvervoer? Het is nodig dat ook mobiliteit en dus de goederensector bijdraagt om de klimaatdoelen te halen, de zero-emissiezones. Want daar vroeg hij specifiek ook naar. Die zijn onderdeel van die maatregelen. We zien onder andere bij de subsidieregeling aan zet dat er forse belangstelling is bij de sector om ook daadwerkelijk te verduurzamen en elektrische trucks aan te schaffen. De subsidie die we hadden voor elektrische en waterstoftrucks, die was binnen een dag was die al 4 keer overtekend. En natuurlijk is het ook belangrijk, daar ben ik helemaal met meneer Matlener eens, dat we die laadinfrastructuur, dat we daar een vinger aan de pols houden om ervoor te zorgen dat dat in een gelijke tred opgaat met de groei van het aantal elektrische trucks. En ik ben ook... continu in gesprek met minister Jette om ook te kijken wat er mogelijk is qua laadinfrastructuur. Maar natuurlijk ook als het gaat om netcapaciteit. Want dat is ook een heel belangrijke voorwaarde om mensen, bedrijven uiteindelijk de overstap te laten maken naar elektrisch vervoer. Dan ben ik even aan het kijken, want er is een vraag gesteld door meneer Krul aan de minister. Maar ik zal kijken of ik hem kan, of die voor mij is of... Even kijken.
op welke modaliteiten we bij goederenvervoer inzetten. Dus is dat op buizen, spoor of scheepvaart? En zo snel mogelijk het basiskwaliteitsniveau halen. Wat gaat het kabinet daar concreet aan doen? Zal ik die maar even pakken dan? Heb je hem al beantwoord? Dan ga ik hem overslaan hoor. We zouden toch absoluut helemaal hetzelfde gezegd hebben. Dus wat dat betreft... Even kijken. Dan had meneer Krul nog een vraag over hoe we de aantrekkelijkheid en bekendheid van kleine elektrische distributievoertuigen kunnen vergroten. Ja, op basis van eerdere gesprekken met de sector en ook met de Kamer ben ik in gesprek met de sector en met gemeenten daarover. Het gaat dan vooral over kennisuitwisseling en faciliteren. Bedrijven die kunnen nu al gebruik maken voor de milieu-investeringsaftrek voor bedrijfsmatig gebruik van elektrisch aangedreven bakfietsen. En eind van het jaar zal ik u over de bevindingen informeren. Maar ik ben het wel met de heer Krul eens dat we nog eens eventjes een rondje kunnen maken om te zien of we alles eraan doen om de bekendheid en aantrekkelijkheid van die kleine distributievoertuigen overal onder de aandacht te brengen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Hierover is een vraag van de heer Matlener. Meneer Matlener. Ja, voorzitter, want we hebben pas een debat gehad over verkeersveiligheid.